Hallo mensen, welkom terug in een nieuwe video van mij. En dit keer is het weer een technologie video. Ik heb iets nieuws ontvangen. Dat heb ik wel gekocht, dat heb ik jammer genoeg niet gekregen. Ik krijg een Nintendo van Razer. Ik ben er heel blij mee. Het is namelijk een nieuw toetsenbord. De Deathstalker in dit geval. Dit is een gewone Deathstalker, dus niet de Essential of, en ook niet de Ultimate Essential. Was een beetje van, nou dat is wel heel weinig. En de Ultimate is al wel weer heel erg duur. Maar dit is de gewone versie. Ik heb het nog niet opengemaakt, het is allemaal nog helemaal dicht. Oké, ik heb de camera nu een beetje verplaatst. En ook de microfoon. En ja, jullie zien de microfoon ook een klein beetje hier helemaal in beeld. Sorry voor dat. Ja, ik ga even ook nog het geluid zachter zetten voor de microfoon. Sorry als het even wat te hard was. Maar goed, we gaan hem nu dus openmaken voor de eerste keer. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Mes heb ik daarvoor. Dit zien jullie even niet. Omdat het nogal een grote doos is. Nou, op zich ook weer niet zo heel groot. En mijn puntje is niet scherp genoeg. Ik moet hem misschien maar weer een keer te slijpen. Gelukkig heb ik nog een mes. Dat puntje is wel heel scherp. Waardoor ik nu tenminste gewoon door kan gaan met de unboxing. Hij is open. Kijk. Hij is open. En ik hoop dat ik de doos heel kan houden. Nou. Het lukt niet helemaal, dus een beetje gebogen, maar volgens mij gebeurt dat altijd. En dan gaan we nu eruit schuiven. Buitenste doos was helemaal glimmend en mooi en zo. Binnenste doos is gewoon karton. Wel met de Razer logo, dat kunnen jullie ook zien. En er staat hier aan de zijkant. For gamers, by gamers. En dan gewoon op de andere plaatsen gewoon een paar dingetjes van Razer. Gaan we nu deze doos hier openmaken. Geen tape. Daar ben ik blij mee. Oh. En dan ligt er verpakkingsmateriaal. Maar wanneer dit eraf is, gaan we toch echt wel zien. Voordat ik dat ga doen, even de rest van de inhoud van de doos. Die is leeg. Die kan weg. En wat hebben we verder hier? Waarschijnlijk documentatie. Oeh, stickers. Dat is wel leuk. Gaan waarschijnlijk wel van pas komen. Master Guide. Ik heb zoiets met muizen en koptelefoon, dat leveren ze ook mee. Van wat ga je er nou mee doen? Volgens mij is het niet zo moeilijk. Maar goed. Quick Start Guide. Heb ik ook niet nodig. Exclusive Rewards for the Razer Faithful. Dat ga ik er een ander keertje lezen. Een beetje veel tekst. Unleash your Razer product with Synapse 2.0. Heb ik al gedaan laat. Denk ik. Ik heb in ieder geval de Synapse gedaan. En welcome to Team Razer. Bedankt Razer. Dat was dat. Het karton bij de kabel vandaan. Die is jammer genoeg. Dat wist ik niet. Ja, als je het niet verwacht, dan is het ook geen teleurstelling. Maar geen braided cable. Het is gewoon zo'n standaard rubberen kabel. Wat ik wel heel mooi vind. Ik hoop dat ik het een beetje goed in beeld kan krijgen. Ik zal even de twist tie van de kabel afhalen. Op de USB-aansluiting zit een kapje. Ter bescherming. Het is trouwens ook een Godplated aansluiting. En dat is heel goed. Want ik pakte daar straks een micro USB kabel uit de stapel om mijn telefoon op te laden. En daar was de grote USB kant. Was helemaal ingedeukt. Dus ik vind het best goed dat Razer dit doet. Gewoon even netjes afwerken. En hier zit het plakband nog. En dan gaan we nu toetsenbord te zien krijgen.
Wauw. Oké. Dit is best wel mooi. Er zit hier nog zo'n plakkertje op. Rotgeluid. Oh, dit glimt. Maar dan blijft er geen vingerafdruk achter. Dat is mooi. Oh. Dit is gewoon goed. Dit voelt gewoon goed. Als je hier je hand op legt, dan voelt het gewoon lekker aan. Zoals jullie zien, nu nog geen lampjes. Maar dat komt natuurlijk als hij nog niet is aangesloten. De rest, dat zit er gewoon vast. Die kunnen niet afhalen of zo. Wat ja, op zich ook wel weer goed is. Want bij sommige is het net magneetjes. En het lijkt me dat hij dan ook wel heel erg makkelijker vanaf kan gaan. Want hij heeft ook nog van die pootjes. Dat je hem nog schuiner neer kan zetten. Meestal gebruik ik die wel. Ik moet even kijken of ik die bij dit toetsenbord ook ga gebruiken. En ja, ga ik me nu maar even aansluiten op de computer. Zodat ik even alles kan gaan doen. En dan kan ik nog even wat meer gaan uitleggen erover. Wat jullie nu voor je zien is het Razer Synapse programma. Hier kun je dus alles van dit toetsenbord en van veel meer accessoires zoals muizen en toetsenborden van Razer aanpassen. Zoals in dit scherm, Customize, kan ik met verschillende profielen. Dus ik kan zoveel mogelijk profielen als dat ik zelf wil, kan ik aanmaken. Kan ik elke toets een andere functie geven. Dus als ik zou willen dat de rechter control toets het taakbeheer zou willen openen. Zou moeten openen. Kan ik nu de rechter control toets indrukken. En dan zien jullie dat het taakbeheer geopend wordt. Nou, dat wil ik niet. Dat zou ik op zich wel willen als het een FN combinatie is, moet ik nog even verder gaan kijken. Ik heb daar nog niet gevonden dat het ook kan. Dus ja, daar moet ik nog even verder naar kijken. Ik denk dat het wel moet kunnen, maar goed. In de andere schermen gaat het over lighting. Hier kun je dus instellen hoe fel de lichtjes achter de toetsen zijn. Je kunt dus niet qua kleur instellen. Alleen het groene is er. Omdat het geen chroma is. Maar gewoon puur groene ledjes. Wel kun je instellen. Dat hij pulseert. Oftewel dat hij zeg maar. Over een bepaalde tijd. En dat is een paar seconden. Helemaal naar uit gaat. En dan weer naar het felste punt. En dan weer helemaal naar fel. Zelf vind ik dit niet zo heel fijn of zo. Ik vind het een beetje afleidend, maar misschien is het tijdens een video maken wel leuk. Dus ik zet hem gewoon aan of helemaal uit. Dat kan je ook op toetsenbord doen. Ja, ik zal een beetje gaan verschillen qua Razer Synapse en een camerabeeld. En als laatste heb je het gaming mode schermpje. En hierin kun je dus instellen wat er gebeurt met de gaming mode. Op dit moment staat hij uit. Kan ik ook zeggen. Nee, kan ik niet zeggen dat hij het gaat doen. Ik zet hem nu via het toetsenbord aan. En dan kan ik nu instellen welke toetsen en toetscombinaties het niet meer doen. Op dit moment werkt de Windows toetsen nu niet meer. De Alt F4 toets niet meer. Die Alt F4 heb ik uitgezet. Omdat het echt je programma helemaal afsluit. Maar die Alt-tab die gebruik ik nogal vaak om even iets te gaan doen. Of even op internet wanneer ik toch lang moet wachten. Dus vandaar dat ik Alt-tab nog wel aan heb staan. Alleen dus de Alt F4 niet meer. En de Windows toets die staat altijd uit in gaming mode. Anders gebruik je de gaming mode gewoon niet. Dat is hun redenatie. En als tweede heb je hier ook nog een kopje macro. Hier kun je dus alle macro's beheren. Ik had er al eentje gemaakt om het even te testen, alleen die ga ik er nu uithalen. Blijkbaar zonder de twee. Maar hierin kun je dus het opnemen wat je wilt doen. Dus als je de toetscombinatie wilt hebben, dat je eerst F indrukt en 5 seconden later G, dat er dan een bepaald iets gebeurt, dan kan dat ook. En als laatste heb je nog het stats programma, dat is een soort van een apart programma, het is ook wel van Synapse. Alleen zoals je ziet, het moet even laden. En in dit dingetje
kun je dus alles zien van je toetsenbord en je muis. Hoeveel je op het toetsen hebt gedrukt bijvoorbeeld. En ook per verschillende game. Zoals ik zou willen weten hoe vaak ik toetsen heb ingedrukt in Battlefield 4. Dan kan ik dat hier kijken, tenminste als het gewoon standaard opneemt. Ook kun je zien, als je een muis van Razer hebt, wat ik niet heb. Hoe je muis beweegt of waar je meeste muisklikken zijn. En als laatste wel nog van je toetsenbord. Welke toets het meest gebruikt wordt. En dat is dus, als de toets blauw is, dan heb je hem niet veel gebruikt. En als hij helemaal rood is, dan heb je hem dus heel vaak gebruikt. En weer, dat is dus per verschillende game. Oké, nu als laatste gedeelte van deze video ga ik een beetje praten over de dingen die ik goed en slecht vind aan het toetsenbord. Dat is eerst even de dingen die ik slecht vind. Ja, slecht, die ik anders had willen zien. Voor mij is de polssteun een beetje aan de korte kant. Als ik mijn handen er heel relaxed op leg, ligt dit stukje van mijn pols, zeg maar, ligt een beetje op het randje, wat niet heel relaxed voelt. Maar het wordt gewoon een beetje aanpassen dat ik mijn hand net iets meer zo doe, zodat mijn pols er volledig op komt te liggen. Dat was eigenlijk het enige slechte wat ik vind aan dit toetsenbord. Wat heel goed is, is dat het toetsenbord heel stevig staat. Door middel van, van dat soort rubberen voetjes aan de onderkant. Ik heb bij andere toetsenborden gehad dat het toetsenbord dan alsnog makkelijk wegglijdt. Bij dit toetsenbord is dat niet zo. Het staat gewoon goed stevig. Kijk, tenzij je er helemaal niks op legt, ja, dan glijdt het alsnog redelijk makkelijk weg. Wanneer je hand erop ligt, zal het niet opeens weg gaan glijden. Wat behoorlijk vervelend kan zijn als je echt pro aan het gamen bent. En je toetsenbord glijdt opeens onder je handen vandaan. Dat is niet fijn. Niemand wil dat. Dus ja, het ligt gewoon goed. Dat was eigenlijk alles. Ik zei dat ik meerdere dingen had van slecht en goed. Maar het waren van allebei de kanten maar één. Maar goed, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Tot de volgende video. Mooie headset. Ook als je bij de webcast schuimt van de controllerbox en de adapter. Als je dan daaronder het HyperX logo weer wegtrekt, krijg je een mooie carrying zakje erbij, zeg maar. En deze van Redenkracht.